Peter. Wij zijn dus van OGIE Belgium. Ben je al een beetje bekomen van de spannende halve finales? amper eigenlijk. Allee, vooral die van België. Het was, ja, je gelooft dat niet op dat moment dat ze dat nog eens gaan doen. En dan doen ze het toch. Dus dan denk ik van, als we dat volgend jaar opnieuw hebben, dan weten we van ofwel worden we als tiende afgeroepen, ofwel gebeurt het niet meer. Maar ik moet wel zeggen, ik vond de eerste halve finale, puur vanuit een buik, vond ik leuker dan de tweede halve finale. Bij de tweede had ik echt op een duur een soort, ja, een soort indigestie van jurken die aan het zingen waren of aan het schreeuwen waren. Dat was niet normaal. Maar ik heb me wel al geamuseerd. Dit zijn wel goede dingen. En ik heb wel de indruk, de finale zelf, dat die echt wel goed zal zijn. Ze wordt lang, maar wel goed. En waar denk je dat België ongeveer gaat eindigen? Dat is een moeilijke, hè. Blanche is intussen zelf overtuigd dat ze top 3 haalt. Ik denk dat een beetje te ver geschoten zal zijn. Maar allez, zoals alles nu ligt, als je de reacties ziet van Europa, als je de bookmakers een beetje bijhaalt, als je merkt welke fus er rond begint te hangen, de iTunes, de downloadlijsten, ik denk dat een top 10 nog altijd wel mogelijk is. Dus dat gaat alleszins aan de linkerkant van de klassering zijn. Tenzij ze echt geweldig op haar bek gaat. Maar ze moet het nog altijd wel brengen, hè. De song is top, maar ze moet het minstens even goed brengen als in de halve finale. Anders zit ze met een probleem. Het is inderdaad zo dat België en het Songfestival een beetje een haat-liefde relatie hebben. Heb je het gevoel dat Loïc en Laura Tesoro vorig jaar een positieve impact hebben gehad in België? Absoluut, ik meen dat echt zo. Ik merk dat enorm. Dus ik voel dat sinds vorig jaar wat aan het veranderen is. Het is misschien ook omdat ik er zelf naartoe ga intussen, want ik heb dat de vorige jaren een paar keer vanuit Brussel gedaan. En dat is dan, ik vind dat heel steriel. Ik wou er echt gewoon zelf eens zien van hoe zit dat? Wie loopt hier rond? Wie zijn die artiesten? Kunnen mee praten, nieuws sprokkelen ook. En dat is wel een heel groot verschil. We hebben een kans gemist om zo, Tom Dice heeft het eigenlijk op een bepaald moment voor Vlaanderen ingezet. En dan zijn we het even gaan lossen, zo, op een stoeme manier. Met alle respect voor Iris, maar die was niet klaar, was niet goed genoeg. Had de VRT dan verkeerde artiesten aangeduid? Het is altijd gevaarlijk om iets over uw eigen broodheer te zeggen natuurlijk. Maar ik denk dat we in alle eerlijkheid kunnen zeggen dat we met Iris niet de beste keuze gemaakt hadden. En daar kan Iris niks aan doen. Dat is dan onschuld eigenlijk. Met Axel, toen ik in het Sportpaleis stond en hij won, dacht ik van, dit is echt goed. Hij was daar ook steengoed. Maar dan is er iets gebeurd tussen de overwinning en tussen het Songfestival. Of is er te weinig gebeurd? Zowat. Het moment dat hij daar stond, hij was niet klaar. Het was in Wenen toch, hè? Sorry dat ik me vergis. Ja. Ja, het was in, nee. Ja, wel. Zijn we zeker? Nee, Kopenhagen. Kopenhagen, bij mis. Kopenhagen. Dingen heeft gewonnen daar. Kopenhagen en Conchita heeft toen gewonnen. Ja. En hij was toen niet klaar. Dus ik denk dat die fout bij Laura niet gemaakt is. Want na Eurosong zelf was hij ook nog niet klaar, maar die is klaar gestoomd. Ook mede door wie dat ze is natuurlijk. Maar ik denk dat de RTBF ons een paar lessen geleerd hebben ook van, zorg dat je een heel goede kandidaat. Dat was bij Bella Rossa eigenlijk al zo. En bij Loïc is het helemaal doorgeschoten. En bij Blanche merkte meteen van, dit is zo'n goede song, weer een goede zet. Dus je voelt wel dat het kantelt. En nu ook, door het feit dat wij hier zitten, kun je Vlaanderen besmetten met de Blanche-ziekte. En dat werkt ook. Mensen zijn veel positiever. Natuurlijk wordt er nog altijd wel goed gelachen, zo, wat dat altijd zal moeten blijven. Maar ik heb er een heel positief gevoel bij heel het spel, ja. De VRT heeft aangekondigd dat ze opnieuw intern iemand gaan aanduiden. Weet je of dat er al artiesten gecontacteerd zijn? Nee, er zijn alleszins nog geen artiesten gecontacteerd. Ze zijn nu een groep van mensen aan het samenstellen om te gaan bekijken van wie kunnen we vragen, wie moeten we, wat voor profiel moet dat zijn, welk soort songs. Maar daar zitten ze nog niet. Maar we zijn een jaar op voorhand. Als het nu al beslist is van we gaan intern zoeken, dan kunnen we eraan beginnen binnenkort. Dus dat komt goed. De Romeo's hebben duidelijk al laten weten dat ze dat wel zien zitten. Wat denk je? Hebben zij een plaats hier op het Songfestival? Ik ben zot van de Romeo's. Maar ik denk dat als ik alle dingen samen in acht neem, ze hebben het geprobeerd met de toppers in Nederland. Dat was eigenlijk krek hetzelfde. Daar zijn de Romeo's op gebaseerd. En dat heeft voor geen meter gewerkt. Het Nederlands is ook nooit een groot succes geweest. Het enige voordeel dat ze zouden kunnen hebben is dat dit jaar enorm veel songs doorgestoten zijn die in hun eigen taal zingen. Kijk naar Hongarije, kijk naar Portugal, kijk naar Wit-Rusland. Dat is allemaal met de eigen taal. En dat blijkt plots weer te werken. Maar ik weet niet of dat bij de Romeo's het geval zou zijn.
Ik zou zeggen van mannen, amuseer je geweldig in Vlaanderen en in Holland. Maar het zou leuk zijn voor hen hier zitten. Hè. Maar ik weet niet of ze België daar een plezier zouden mee doen. Stel, jij mag een kandidaat aanduiden. Wie zou jou, waar gaat jouw voorkeur naar? Ja, het is heel simpel. Hè. Dan verplicht ik Stromae om een song te schrijven. Liefst voor zichzelf. En als hij het zelf niet ziet zitten, dan ja, voor iemand anders die hij... Coeli bijvoorbeeld. We hebben een profiel als Coeli hebben we hier nog niet gezien. Misschien zou dat wel kunnen werken. Want dan merk ik wel, er zijn landen, ook België, die alles iets anders proberen. En dan zien van, wow, dit werkt. Cyprus bijvoorbeeld heeft heel goed gekeken naar Loïc. Dat is gewoon, sorry, het is een goed geprobeerde kopie. Maar je merkt dat andere landen ook wel door hebben van, als je iets anders probeert, dan maak je wel kans om heel hoog te eindigen. Dus graag Stromae, maar die mens gaat dat nooit doen, denk ik. Selassou heeft wel de hand gehad in het liedje van vorig jaar, dus misschien achter de schermen dat je zo mensen wel kan overtuigen om mee te denken of om dingen op de kaart te zetten. Is ook heel Belgisch. Zowel Vlaanderen, zowel Wallonië vindt dat plezant. Dat is zoals de Rode Duivels. Daar zit Witzel in en Mertens en dat verenigt het Rijk wel. Ja. Heb jij zicht op wat er in België nu, wat er zich afspeelt in België? De Vlaamse kant heb ik de indruk dat mensen zich wel aan het amuseren zijn. Allee, als ik de cijfers zag van dinsdag, die zijn voor een halve finale, met België uiteraard, wel hoog. Zeker, het is een Waalse inzending. In principe hebben we daar weinig aan, volgens veel Vlamingen. Maar het is een goede song. Alle radio's hebben het opgepikt bij ons. Heel straf. Want ik sprak met die Pierre, die het nummer geschreven heeft. Zelfs in Wallonië is het later opgepikt. Hebben ze echt moeten zeggen van, mannen, zou het niet beginnen draaien? Want M&M en Studio Brussel die draaien in hoge rotatie. Er is één radio, Fun Radio, van RTL, denk ik, die draaien het niet. Dus je merkt, er is een goede bus rond. En het feit dat VRT ook investeert in een omkaderingsprogramma met Lieven, dat wij hier mogen zitten, dan merk je dat je echt een upgrade krijgt. Dus ik, van hieruit heb ik het gevoel dat het wel marcheert, ja. Een laatste vraag. Wie mag voor jou morgenavond het Songfestival winnen? Voor mij mag iedereen winnen. Blanche ook. Maar ik denk niet dat wij gaan winnen. Dat zou mooi zijn, maar ik geloof het niet. Stiekem zet ik een joker in op Roemenië. Dat gaat fantastisch scoren, volgens mij. Ik denk, top 3, iedereen zegt dat Italië gaat winnen. Maar ik denk dat iedereen geweldig gaat moeten opletten dat Portugal niet wint. Dat wordt echt de underdog en die gaat heel hoog eindigen. Bulgarije was goed gedaan tijdens de halve finale, beter dan bij de repetities. Maar ik denk niet dat hij zo hoog gaat scoren als iedereen denkt. Dus ik denk, ik ga voor Portugal. Oké, en we duimen samen voor Blanche en hartelijk bedankt voor het interview.